varen nog steeds door de haven van Moerdijk. Zowel de haven als het dorp zijn veelvuldig in het nieuws geweest. Grote hamvraag is, wat zou de haven nou kunnen of moeten zijn? Ik ga erover praten met Ferdinand van de Oever. U bent directeur van Havenschap Moerdijk. Welkom aan tafel. Dankjewel. Ja, dat zal een groot verhaal zijn. Maar heel graag in een nutshell. Wat zou het kunnen zijn? Wij hebben gekeken naar de toekomst. We hebben gewild om als haven en haven- en industrieterrein een stip op de horizon te zetten naar 2030. En gekeken wat maakt de haven van Moerdijk, de vierde zeehaven van Nederland, de tweede economische motor van Brabant, nou zo bijzonder. En waar zou ze zich verder in door moeten ontwikkelen? En dan komen we uit op een strategie waarin we aan de ene kant het chemisch cluster, we varen toevallig net hier langs onder andere Shell, het chemisch cluster willen uitbreiden, want hier hebben wij daar nog ruimte voor. Dat is van belang voor de hele delta waarin wij liggen. Tweede, wij zijn uniek voor short sea shipping, dus terwijl kustvaart, waar wij anders als de grote havens van Rotterdam en Antwerpen ver het land in kunnen varen. En tot slot extra waarde toevoegen door middel van logistiek. Als je kijkt naar de herinneringen van het dorp, en dan kun je wel iets voorstellen. 2011, de brand, vergeet pak nog vers in het geheugen. Moet je dan wel daarop inzetten? Wat gebeurt er als je het niet zou doen? Want er is al een terugloop van 7,5% overslag. Ja. En dat zou dan nog groter worden de aankomende tijd. Ja. Wat zou dan dat scenario zijn, worst scenario? Ja. Nou ja, geen ambitie neerleggen kan ook. Dat betekent een steeds grotere afname van de werkgelegenheid hier. Op dit moment bieden wij nog steeds werk aan 10.000 mensen direct en bijna 10.000 indirect. Maar zal ook de belangrijke knooppuntfunctie die wij vervullen tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen, zeg maar, langzaam opdrogen. En ja, want het is puur de ligging wat deze haven eigenlijk zo uniek maakt. De ligging tussen die twee mainports in verhouding tot het achterland, want Duitsland is per slotverrekening ons grote achterland, los van Brabant, dat maakt onze ligging zo uniek. En dan kun je in gaan zetten op specifieke innovatie en duurzaamheid, toch? Dat zijn voor ons hele belangrijke pijlers. Wij kunnen ook richting onze buren, de inwoners van de dorpen om ons heen, kunnen wij absoluut niet groeien als er niet een basis onder ligt. En die noemen wij de drie pijlers onder ons groeiscenario. Dat is waardecreatie, veiligheid en duurzaamheid. Zullen we even samen naar een mooi voorbeeld daarvan kijken van ATM? Dit is de haven van Moerdijk, een hele innovatieve Brabantse haven. Een haven vol vernieuwende bedrijven zoals afvalverwerker ATM. ATM verwijt afvalwater, vervuilde grond en sisscomt ook restgassen uit schoongemaakte schepen met een nieuwe, innovatieve installatie. Dit is eigenlijk jullie wasstraat voor boten, toch, Jacques? In feite is het een soort autowasstraat, maar dan voor scheepsruimen. Waar wij met voorwas werken, koude voorwas, warme nawas, zeep. Dat ontgassen komt daarbij. Wat is dat ontgassen precies? Hij komt erbij. In eerste instantie wordt het ruim gereinigd, zodat het schip later weer een andere lading kan varen. Maar de gassen die bij een eerste lading achterblijven, en moet je met name denken aan de stoffen, koolwaterstoffen, benzine, benzineachtige, dieselachtige. Die stoffen die willen heel graag naar de dampfase. En wat wij nu doen, wat wij hebben bedacht, is een installatie die aangesloten is op onze incinerator. Dat is gewoon een verbrandingsoven die we al hadden. Zodat we die dampen actief afzuigen uit die ruimen van die schepen. Komen niet meer in het milieu, worden vernietigd in de incinerator. Want een betere vernietiger voor koolwaterstoffen dan 850 graden is er niet. Na verbranden, daar worden die gassen die uit het schip komen afgebroken en dat lijkt me de schoorsteen. Jij hebt het systeem meegemaakt. Wat is het uiteindelijke eindproduct? Dat lijkt inderdaad rook, maar dat bestaat hoofdzakelijk uit waterdamp en CO2. En eigenlijk alle andere stoffen die daarin zouden kunnen zitten, die monitoren we heel scherp. Zodat we eigenlijk altijd voldoen aan de regelgeving. Dus het wordt bijna helemaal afgebroken? Bijna helemaal. Je hebt daar een schip vol met gas en daar een flinke oven waar het erg warm is. Ja. Je wil het denk ik die twee pas daar bij elkaar hebben. Nee, je wilt in alle tijden voorkomen inderdaad dat een vlam uit de naverbrander het schip kan bereiken.
Of andersom, als er iets op het schip gebeurt dat dat invloed heeft op de installatie op de wal. Dus we hebben daar explosievaste schuiven zitten, maar ook bijvoorbeeld vlamdovers. We hebben een aantal gekocht, maar we hebben er ook eentje zelf ontwikkeld en dat is de Big Mac. De Big Mac, en nou zie ik waarom dat hij de Big Mac heet. Dat is hem toch? Dat is hem inderdaad. Dat ding moet voorkomen dat de vlam in de pan staat, letterlijk. Ja. Hoe werkt het? In die Big Mac zit een heel groot grindbed. Ja. En als je grind bekijkt, en je stapelt dat op, dan wordt de lucht door dat grind heen getrokken. En die gassen geven dan zoveel warmte af aan het grind, dat vanzelf het vuur zou doven, mocht dat er zijn. Nou zijn die dingen, neem ik aan, gewoon te koop, toch? Toch hebben jullie deze zelf gemaakt, waarom? Klopt, vlamdoven zijn ook te koop. Die hebben een heel groot drukverlies, dus daardoor zou de capaciteit van het systeem heel erg afnemen. Vandaar dat we deze zelf ontwikkeld hebben. De huidige situatie is zo dat het schip eigenlijk hier op het Hollands Diep gewoon de luiken openzetten en dan gaan de luiken gassen open en de dampen eruit laten. Ja, precies. Varen tot gassen is voor diverse stoffen op dit moment gewoon nog toegestaan. Waarom zou een schip, als dat gratis mag, waarom zou je het niet nou gewoon lekker laten varen? Niet iedere ondernemer heeft wet en regelgeving nodig om het goede te doen. Plus het wordt binnenkort verplicht en dan komen ze hier alsnog om te... Dan zullen ze wel moeten, maar ik heb er vertrouwen in dat er diverse rederijen nu toch al vrijwillig de schepen op die ontgassingsinstallatie zullen aansluiten. Betekent dat voor de omgeving, het ontgassen van zo'n... Een van de hoofdredenen waarom wij deze installatie snel hebben gebouwd is om met name de directe omgeving te ontlasten. Dus die Big Mac samen met de hele complexiteit, de grootte, de omvang van het systeem maakt dit een innovatieve ontgassingsinstallatie. Ja, inderdaad. Een systeem waar als AVM zeker trots op zijn. We moeten alleen nog een beetje de kleur van de Big Mac krijgen volgens mij, toch? Hij zou wat bruiniger mogen zijn, denk ik. Dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van het grote effect van eigenlijk een kleine ingreep, toch? Ja, en wat zo mooi is van deze innovatie, dat ontgassen van die zeeschepen, is dat we daarmee ook een verbod kunnen leggen, de provincies moeten dat doen, een verbod kunnen leggen op het ontgassen van schepen op het Hollands Diep waar we net gevaar hebben. En dat is ontzettend belangrijk in het kader van de volksgezondheid. Ja, want het bizarre was, er is dus een onderzoek geweest, heb ik begrepen. Want het dorp was heel erg tegen, want er was, jullie zeggen dan geuroverlast, maar zij ervaren dat als stankoverlast. Ja. En toen bleek dat het eigenlijk nog niet eens door de omliggende industrie kwam, maar door de schepen die dat dus hier eigenlijk vrij uit laten gaan, toch? Het is een combinatie. Natuurlijk is er ook gewoon stankoverlast, laten we het zomaar noemen, van de industrie hier aanwezig. Maar de bijvangst was inderdaad de ontdekking dat het ontgassen van de schepen niet alleen geur, maar zeker ook volksgezondheidsproblemen op gaat leveren. Er zijn toch nog steeds morrende burgers, terecht of onterecht. 40% is nog steeds niet blij. Ook daar gaan we heel even naar kijken. Een drietal opmerkingen. Er staan zoveel braken, er is zoveel leegte te huren, te koop. Ik snap niet dat ze dat eerst eens even opvullen. Want er ligt nu nog 170 hectare, er liggen al 45 jaar braak. En op het ogenblik op Moerdijk zijn 60.000 vierkante meter logistieke hallen leeg. En op korte termijn gaat er nog ongeveer 50.000, 60.000 hallen leeg komen van bedrijven die hier op Moerdijk zitten, die gaan verdwijnen. Mensen zijn hier echt wel onrustig. Dat het dorp is toch iets wat in je hart zit. Ik begrijp, en dat zullen heel veel mensen begrijpen, dat je die haven moet gaan uitbreiden voor de toekomst, de economische waarde, de ligging, et cetera. Maar zo'n dorp kun je toch ook niet onderschatten? Goed nabuurschap is voor ons als haven ontzettend belangrijk. En daar hoort ook bij dat je zorgt voor een goede leefomgeving voor de inwoners om die haven heen. We hebben ook in onze havenstrategie continu gezegd, het moet in balans zijn met de 3 P's. Hè. Maar het wordt niet zo ervaren. Ik vraag me af, wat ga je daar dan aan doen? Ja. Wat we daarin gaan doen, samen met de gemeente en de provincie, is zorgen dat wij de leefbaarheid en de angst die er is zoveel mogelijk wegnemen. En dan moet u denken aan, op dit moment is al gestart met een investeringspakket van 8 miljoen. Om achterstallig onderhoud en investeringen in het dorp te doen. Daar komt zometeen nog een pakket bij van 12 miljoen, wat vrijkomt uit de ontwikkeling van het logistiek park, waarin we samen met de inwoners van de kern Moerdijk willen komen tot een gebiedsplan. Zou u er willen wonen? Ik zou er best willen wonen, omdat het toch heel landelijk is. Het is toch heel groen.
Op een unieke plek, net bij het water. U kunt eigenlijk altijd goed antwoord geven, want u bent heel veel. U bent psycholoog, want u heeft psychologie gestudeerd. U bent filosoof, u bent een ras politicus volgens mij. Dus altijd een antwoord paraat? Nee hoor, ik sta ook graag met mijn mond vol tanden. Ja. Maar het is niet zo dat we over één nacht ijs zijn gegaan. En we hebben ook geprobeerd, naar aanleiding van de concepthavenstrategie, om goed naar de bewoners te luisteren. Wij zullen daar ook antwoorden op moeten geven, anders kunnen we deze havenstrategie nooit vaststellen. Dus dat betekent ook oog hebben voor het individu en de angsten die mensen hebben dat ze hun woningen niet kunnen verkopen. Ook daar zullen wij een antwoord op moeten geven en dat gaan we ook geven, waardoor dat de havenstrategie uiteindelijk voor de zomer kan worden vastgesteld. Ik zou bijna zeggen, als u nu nog vragen heeft, bel hem even. Wat is uw 06-nummer? We gaan hiermee afsluiten. Heel veel succes. Dankjewel. En we zullen elkaar vast en zeker zien in de volgende fase van deze prachtige haven. Dankjewel. Tot ziens.